Welkom bij de finale van de game Buzz, de slimste van Nederland. Ruim 10.000 social gamers hebben de afgelopen maanden online gestreden. 32 deelnemers veroverden een plek in de finale. Wie wordt de slimste van Nederland en gaat naar de Buzz World Championship in Spanje? In dit report de tactiek. Bij welke sport worden een kaart en een kompas gebruikt? Bij de quiz Buzz is het natuurlijk zaak dat je zoveel mogelijk antwoorden weet. Daarnaast is de snelheid van het drukken op de Buzz-knop een belangrijke factor. Dus houd van domkoppen. Maar soms kan het een tactiek zijn om juist expres een fout antwoord te geven. Ja, er zijn mensen die, die hebben best wel wat tactieken. Ik denk dat een mooie ronde die vandaag ook zal gespeeld worden is doorgeven van de bom eigenlijk. Is dat mensen die bom toch iets langer proberen vast te houden. Je kan de bom pas doorgeven als je vraag goed hebt beantwoord. In de hoop dat hij bij je tegenstander ontploft. En ja, je tegenstander verliest dan punten. Ja, dat zijn echt van die strategieën die misschien niet altijd even sportief zijn. Maar ze worden wel gehanteerd in bus. Geef de bom door. Ja. Nou, ik was een beetje bang voor wie heeft de bom. Dat had ik eigenlijk ook niet verwacht. Maar dat is eigenlijk ligt dan toch meer aan het lot, zeg maar, bij wie de bom uiteindelijk terechtkomt. Als je de bom krijgt in zo'n ronde, moet je proberen dat hij niet bij jou ontploft. Tijdens de finale was ik best wel ongelukkig, maar dat mag ik ook als scheidsrechter zijn. Ik moet natuurlijk ook zorgen dat ik vooral niet win. Oh, de mensen. Wie houdt zijn zenuwen het best onder controle? En wie past de slimste tactiek toe in de quiz? Welke quizzer wordt de slimste van Nederland? Dames en heren, naast mij staat de slimste man van Nederland. Als je de bom krijgt en op het moment, zeg maar, als je hem in je handen hebt en hij gaat af, dan verlies je dus 300 punten. Dus, dat is behoorlijk waar. En dan, ja. Maar volgens mij heb ik niet één keer de bom gehad. Dus. De Nederlandse finale van Buzz wordt mede mogelijk gemaakt door Buzz en PlayStation.